Janine Sok uit Nijmegen heeft verstand van gastvrijheid in de horeca. De Nijmeegse ondernemer maakt er 2 keer per jaar een glossy over. En dit keer presenteerde ze het magazine ook in Nijmegen. In Hotel Blue, om precies te zijn. Het thema van deze editie is lef. Dat is dus het eerste exemplaar. Geweldig. Ja, alsjeblieft. Uiteindelijk sprak ik iemand op de ondernemersborrel. En dat ging over zweefvliegen. En uiteindelijk zweefvliegen heb ik dus niet gedaan. Maar dat ga ik dus nog wel doen. Maar lef is, vond ik zo'n mooi thema. En ik heb mensen gesproken die persoonlijk lef hebben. En politiek lef, zoals de burgemeester van Nijmegen. Maar ook sociaal lef, zoals Eet met je hart van Babs van Geel. Maar ook ondernemerslef, zoals Kop en Staart met de mooie schoenen. Maar waar we het presenteerden, Blue. Ja, horecaondernemers die lef hebben als het ergens over hebt, dan is het Aida en Sanda van Hotel Blue in Nijmegen. Dat doen ze echt zo fantastisch. Een van de personen die voorkomt in de glossy is Babs van Geel van de stichting Eet met je hart. Stichting Eet met je hart organiseert waardevolle ontmoetingen voor ouderen die door persoonlijke omstandigheden moeilijk van huis komen. En wij zorgen ervoor dat deze mensen weer mee kunnen doen in de eigen buurt. Dat is heel hard nodig. Van de 2,9 miljoen 65-plussers voelt op dit moment 1 miljoen zich eenzaam. En ja, dat aantal wordt alleen maar groter, want we leven langer, we worden ouder. En de bezuinigingen in de zorg gaan ook door. Nou ja, toen gedacht, dit moet gewoon anders. Deze mensen horen erbij. Ze hebben ons grootgebracht en ze doen ertoe. Dus laten we ervoor zorgen dat zij gewoon mee kunnen blijven doen. In Nijmegen zorgt Janine ervoor dat dit in goede banen wordt geleid. Volgens Van Geel is zij daar dé aangewezen persoon voor. Nou, Janine is een echte onderneemster. En ondernemerschap is de kerncompetentie van de stichting Eet met je hart. Overal zitten vrijwilligersteams, zelfsturende teams, waarbij ondernemerschap als kern eigenlijk wordt ervaren. En de karttrekker moet dat ondernemerschap wel in zich hebben. En dat heeft Janine. Wat is het thema van het volgende nummer? Over de grens. Over de grens van gastvrijheid, maar ook letterlijk en figuurlijk. Zo, wat betekent dat nou? Hoe ver ga je voor de gasten? Maar ook van ondernemers of vanuit de zorg, retail en horeca die het lef hebben getoond om in het buitenland iets te beginnen. Dus ik heb het lef getoond om het al te noemen in mijn inhoudsopgave dat ik naar Barcelona en Porto ga. Nou is Porto wel fijn, want daar wordt port gemaakt, dus dat past ook wel bij de horeca. En Ilse heeft daar de fabriek, dus ik wil heel graag kijken hoe de schoenen worden gemaakt.